Dacht ik. Nu hebben we Khadija El Mourabi. En zij gaat ons ook een beetje ook al een beetje vertellen over filosofie. Dus ja, welkom bij de Maas Filosofische. Nou, wat is eigenlijk voor jou filosofie? Ja, goede vraag. Dankjewel dat ik trouwens hier mag zijn. Ik vind het echt een eer om door jou gemodereerd te worden, geïnterviewd te worden. Ja. Ik zou zeggen eerst een hartelijk applaus voor onze jonge... Wat is filosofie voor mij? Ja. Nou, ik heb het gestudeerd. Dat betekent dus dat ik eigenlijk hier bij de Universiteit van Amsterdam westerse filosofie heb geleerd. En dat is van ethiek tot logica tot van alles en nog wat. Je hebt ook nog niet-westerse filosofie, zoals Chinese, Indiaanse, etc. Maar daar hebben we niet echt veel van meegekregen. Kon je als keuze van doen. En voor mij is filosofie, heel cliché antwoord, dat begint bij jezelf dingen afvragen. Ja. Dus niet accepteren dat iets is zoals het is, maar je ook afvragen waarom is het zo en hoe komt het dat het zo is. En wat zit daar allemaal achter? Ja, dat is een mooi antwoord. En wat is wat doe jij ervan voor filosofie? Want er zijn meerdere soorten filosofie. Mm-hmm. In de westerse wereld. En wat doe jij dan? Mijn specialisatie is logica. En logica is een richting van de filosofie, waarin er gekeken wordt naar hoe wij redeneren. En dat gaat dan volgens bepaalde formele regels kun je dat nagaan. Dus dat wat je zegt, dat dat ook erg logisch is. En dat is mijn specialisatie. En verder heb ik ook erg gekeken naar hoe mensen redeneren. Dus doen wij dat vanuit ons gevoel, vanuit ons onderbuik, of zijn wij heel erg volgens bepaalde logische regels bezig met redeneren? Ja, en is logisch dan ook heel belangrijk voor jou? Of? Ja, ik vind dat heel belangrijk, want daardoor kun je... Ja, zoals het gezegd gaat, de kaf van het koren scheiden. Je kan bepalen of iets wel of niet dichterbij een bepaalde waarheid komt. En jezelf ook, dat je jezelf niet voor de gek houdt. Ja. Dat je dingen gaat aannemen waarvan je zou denken van nou, dat is waar. Terwijl het eigenlijk niet waar is. Ja, noem eens een voorbeeld. Nou ja, je hebt, en ik hoop dat ik niemand beledig hier in het publiek. Mensen die geloven dat de aarde plat is. Ja. Nou, je kan zeggen dat zij volgens hun eigen logica denken, maar als je gaat kijken naar wat er zich feitelijk in de wereld bevindt, en de wetenschap, et cetera, kunnen we logisch beredeneren dat de aarde niet plat is. Ja. En dan kijken we naar bepaalde feiten, naar bepaalde theorieën, naar bepaalde hypotheses. Ja, en is dan al die... Dus al dat elektriciteit of hypotheses, is dat ook, doe jij er daar ook al dan zelf aan of is het gewoon wat er gebeurd is? Nou ja, het is heel erg verschillend, want je hebt bijvoorbeeld verschillende vormen van logica. Je hebt bijvoorbeeld logica wat zich in bijvoorbeeld bepaald onderzoek, wetenschappelijk onderzoek wat je doet. Maar je hebt ook hele abstracte logica en dat is eigenlijk meer richting de wiskunde. Dat je gaat kijken op een hele abstracte manier met een bepaald formeel systeem. Dus dan vertaal je naar bepaalde uitspraken en conclusies naar een bepaalde formele taal. Wat een beetje op wiskunde lijkt, maar net iets anders. En wat is dan dat andere? Je hebt wiskunde en... Je zei, je noemde twee voorbeelden. Dus je hebt wiskunde, was dan de andere soort? Wat doe je logica? Ja, logica is een onderdeel van... Nee, ik bedoel meer, je zei dat de wiskunde een beetje van de abstracte logica is, wiskunde een beetje. Mm-hmm. Wat is dan dat andere logica? Nee, je hebt ook gewoon logica wat zich, zodat je heel logisch nadenkt. En bijvoorbeeld dat je zegt, als het buiten regent, neem ik een paraplu mee. Ja. Het regent buiten niet. Dus neem ik geen paraplu mee. Het zou onlogisch zijn om een paraplu mee te nemen als het niet zou regenen, toch? Ja. Dus dat is dan een soort van feitelijk in de wereld
logisch beredeneren. Het komt in verschillende vormen, in verschillende soorten wetenschap voor. Ook als je onderzoek doet, dan moet je ook houden aan bepaalde regels binnen dat onderzoek. En dat moet wel ergens op slaan. Je kan niet zomaar wat doen. Ja. Dus dat moet wel logisch zijn. Ja, hebben jullie wat vragen hierop? Waar je benieuwd op bent? Nee? Nou, heb je dan nog een andere soort filosofische vraag of hobby's of zo? Nou, ik heb naast filosofie heb ik ook brein en cognitie gestudeerd. Dus mijn specialisatie zit echt op het vlak van en filosofie en de hersenen. En hoe mensen functioneren en hoe wij dus echt beslissingen nemen en redeneren. Maar daarnaast doe ik ook totaal wat anders qua mijn beroep. Ik ben fractiemedewerker bij een politieke partij, bij de gemeente Amsterdam. En daar zit ik op het vlak van beleid en strategie. Dat betekent dus dat ik politici ondersteun in hun werk door ook onderzoek te doen. En daarbij helpt filosofie mij wel heel erg. Want het leert je ook op een bepaalde manier denken en verschillende denkkaders gebruiken. Ja, dus je zit een beetje in de achtergrond, dus een beetje onzichtbaar zijn. Ja, ik ben onzichtbaar in de politiek. Dat is waar. Ik vind dat, dat heb je heel erg. In de politiek heb je een binnenwereld en je hebt een buitenwereld. Ja. Wat je vaak ziet op tv en wat je vaak voorbij ziet komen, is niet al het zichtbare wat er is. Want achter de schermen gebeurt ook heel veel. Ja, dus nu op het filosofische front. Hoe kijk jij nu als een beetje filosofisch naar politieke partijen? Hoe kijk jij daar nu naar? Nou, heel erg verschillend. Dat hangt er weer vanaf. Je kan het vanuit een heel ethisch perspectief bekijken. Dus dat je kijkt naar wat is moreel goed om te doen en welk beleid is juist humaan. Of je kan kijken naar welk beleid is juist economisch ten voordele van de samenleving. Alleen is het soms niet echt heel erg kijken naar de mens. Het is dan meer waar plaats je de waarde van een bepaald beleid. Ga je ervoor kiezen om bijvoorbeeld te zeggen, nou weet je wat, wij gaan mensen met schulden helpen vanuit een heel menselijk idee, of ga je kijken naar hoeveel kost het ons en hoe zorgen we ervoor dat het ons niet zoveel kost. Ja, dus je kijkt een beetje naar het logische. Ja, het logische, maar dat economische hoeft niet altijd logisch te zijn, want soms is het heel erg logisch om te kijken naar en je af te vragen van wat is waardevol. En is het is geld alleen maar waardevol? Is het plaatje van plus en min en is dat financiële plaatje waardevol? Of is het ook waardevol om te kijken naar mensen en om ervoor te zorgen dat mensen een goed leven hebben? Ja, wat is dan eigenlijk waardevol, denk je, voor iedereen bij elkaar? Voor iedereen bij elkaar is een hele goede vraag. Kijk, ik zit bij een linkse partij en dat is natuurlijk afhankelijk van je politieke partij hoe je daar tegenover staat. Ja. En ik kijk meer vanuit een menselijk oogpunt. Juist meer om vanuit een sociaal menselijk oogpunt mensen ook te helpen. En ze niet alleen maar te zien als cijfertjes. Ja. Want cijfertjes maken dingen wel zichtbaar, maar tegelijkertijd ook heel veel onzichtbaar. Ja. En ze maken het bedrag wat je hebt, of de waarde in geld zichtbaar, de aantallen, maar niet de geleefde ervaring van mensen daarachter. Ja. En soms als jij alleen maar naar de cijfers kijkt, dan is het heel eenzijdig. Ja. En het is niet verstandig om dat te doen, want daarmee help je mensen niet altijd. Ja. Kan je Baba misschien bijhalen? Dat is wel interessant, denk ik, voor hebben jullie hier nog wat vragen over? Ja? Je vertelde dat je onzichtbaar bent eigenlijk, hè? Omdat je op de achtergrond een beetje staat. En dat is een van de thema's van wat zou je doen als je onzichtbaar bent, ook van de voorstelling. Dus dan vroeg ik me af, je bent onzichtbaar, in zekere zin. En wat doe jij dan eigenlijk als je onzichtbaar bent?
Wat ik doe om? Nee, als je onzichtbaar bent. Laten we zeggen, we hadden het over dat je rol, ja. Omdat je niet in die cirkel ziet die we allemaal zien de hele tijd, maar die zit een beetje erbuiten of erbinnen, ik weet niet wie. Maar goed, dan ben je onzichtbaar. Dus, maar wat is dan wat je eigenlijk zou willen doen in die rol die jij hebt? Ja, wat ik al sowieso doe, is, en dan moet ik wel bekennen, soms, ik ben onzichtbaar, omdat ik aan de achterkant werk. Maar tegelijkertijd ben ik ook hyper zichtbaar, omdat ik in een omgeving zit waar je de laatste tijd wel wat meer mensen ziet, zoals ik, die eruit zien. Ik ben Marokkaans-Nederlands. Dus heel soms zie je wel dat je heel zichtbaar wordt in je onzichtbare rol. Maar mijn onzichtbaarheid zit hem in dat ik het werk ook doe aan de achterkant. Voor de gemeenteraadsleden die ik ondersteun, dus de politici die ik ondersteun. Want niet iedereen die kan altijd alles alleen doen. En politici die hebben echt superveel werk te verzetten. En ja, om alles in de gaten te kunnen houden, alles gaat ook zo snel. Daar moet je gewoon een robot voor zijn en dat kan gewoon niet. Dus politie hebben meestal op de achtergrond, wat niet gezien wordt vaak in die onzichtbaarheid. Maar dat is waarom je ook aan de achterkant zit. Mensen die ze helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen. En dat kan verschillen van dingen uitzoeken voor ze, dingen in de gaten houden, andere politieke partijen ook in de gaten houden, kijken wat er in het nieuws voorbij komt, kijken wat bijvoorbeeld een onderwerp inhoudt, wat een gigantisch onderzoek zou kunnen zijn wat recent is uitgekomen. En dat dan behapbaar en eigenlijk een samenvatting geven, zodat ze tegelijkertijd heel veel zaken in de gaten kunnen houden en er wat mee kunnen doen. Ja. Dus mijn zichtbaarheid en onzichtbaarheid, die zijn in elkaar verwikkeld. Ja. Ik ben onzichtbaar, maar ik ben weer zichtbaar in het werk wat ik leef. Nou. Dus, nou, groot applaus voor Baba. Jij bent ook filosoof en kunt u misschien in het kort uitleggen waar je eigenlijk een beetje filosoof in doet? Okay. Nou, ik zou even eerst even vertellen wat ik net hoorde over de zichtbaarheid. Ja, we hadden het niet laatst toen ik vorig jaar had het over delen in het politiek of een beetje, waar had je het ook weer? dat je moest delen en dat steeds zelf. En toen dacht ik, daar hadden we het ook laatst nog over. Oké. Okay. Dus ik dacht, ik kon jou erbij halen en dan, ja, kijken wat eruit kwam. Nee, heb je heel goed gezegd. Precies wat je zegt, je hebt een zichtbare en een onzichtbare wereld op veel verschillende vlakken. En ook zo in mijn werk als fractiemedewerker bij een politieke partij, heb je binnen- en een buitenwereld. En die zichtbaarheid en onzichtbaarheid, dat wisselt zich af. Ja, ja. Dus dat is een beetje toch waar we het over hebben gehad. Nee, ik vind het een heel interessante thema, de zichtbaarheid, onzichtbaarheid. Ja. Mensen vragen mij altijd, wanneer voel je thuis? En dan zeg ik altijd, waar ik niet zichtbaar ben. De zin van dat mensen mij niet, dat ik niet opval. Ja. Dan voor mij is dat gewoon dat ik ben onzichtbaar. Ja. En in Nederland ben ik gewoon vaak zichtbaar. En soms heb ik gewoon last van. Soms wil ik gewoon een beetje onzichtbaar worden. Ja. Maar terug naar je vraag over filosofie. Ik heb samen met Khadija filosofie gedaan. Ja. Maar ik ben meer in de richting van de Ubuntu filosofie gegaan. Ja. En omdat ik probeer ook, ik wou meer aandacht besteden aan de Afrikaanse filosofie. En van Ubuntu, voor de mensen die dat niet kennen, ik ben omdat wij zijn. Dat je kan alleen mens zijn als je erkent dat andere mensen zijn. En ook om daar iets mee te voegen, is dat de wij wordt meer vertegenwoordigd in de Ubuntu filosofie. Wat ik interessant vind, in vergelijking met de westerse wereld waar de ik belangrijker is. Dus die contrast vind ik heel belangrijk. En daardoor denk ik, misschien, ik heb eerder nog in het gesprek gezegd, dat onze wij bestaat wel in Nederland, alleen onze wij zijn in de instituten verstopt. De gemeente, de overheid, de verzekeringen, daar zitten de wij in. Waardoor wij als individu niet het gevoel hebben meer dat we elkaar moeten helpen. Ja. Dus dat is Ubuntu filosofie dus. Ja. Dus jij had het nog over die politieke partij en met delen, dus wat je er belangrijk aan vond en zo. Wat vind jij eigenlijk van de politiek nu? Nou, politiek en delen, ik denk dat is een van de kernwaarden van politiek. Dat ze de middelen wat ze hebben, moeten delen. Dat het ook rechtvaardig gedeeld wordt. Ja. Die rechtvaardiging,
dat iedereen die recht op heeft, moet het krijgen. Ja. Soms daar mankeert iets aan. Want bijvoorbeeld, sommige mensen hebben het gevoel dat ze niet helemaal meegenomen worden. Ja. De taart, de grote taart die de overheid heeft, wordt gesneden. En sommige mensen krijgen er gewoon niks van. Ja. Sommige mensen zien de taart niet eens. Ja, waar wij het ook over hebben gehad, dat je je moet bepalen wie je centraal stelt. Ja. Stel je economie centraal, stel je de mensen centraal, waar geef je waarde aan? Wat is waardevol? Weet je, en je hebt ook een hele discussie ook binnen de academische wereld over zijn alleen maar beta-wetenschappen belangrijk? Is alleen maar wiskunde en biologie en aardrijkskunde belangrijk? Maar zijn ook de geesteswetenschappen bijvoorbeeld, zoals filosofie of sociologie of antropologie, is dat ook belangrijk? Ik zeg ja, omdat ik een compleet waardevol beeld wil creëren. Ja, en maar wat vind jij? Het kan ook zijn dat die kapitalistische, de markt, die bepaalt wat wij moeten belangrijk vinden. Ja. Als de markt zegt, de geesteswetenschap is niet belangrijk, want ze willen alleen maar geld binnenhalen, economie, dan gaan ze prioriteit stellen aan andere dingen en laten ze gewoon de creatieve sector ook of de geesteswetenschap aan de kant. En dat is geen balans meer. Ja. Dus je moet wel een balans kunnen houden ook in regeren. Er moet een beetje balans komen. Ja. En een goede. Als jullie even. Ja, jullie zijn filosoof, dus jullie gaan er filosofisch naar kijken. Maar. hoe kijken jullie dan eigenlijk dan naar geld? Wat jullie van geld vinden? Geld, ja. Goede vraag. Ik denk dat het een noodzakelijk kwaad is, geld. En ik geloof dat we, en ik ben misschien heel erg idealistisch en utopisch hierin, dat we best zonder geld zouden kunnen leven. Maar we zijn zo geconditioneerd in het kapitalistisch systeem om te geloven dat alleen het kapitalistisch systeem goed is. Dat we bijna een blinde vlek hebben ontwikkeld en niet anders ernaar kunnen kijken. Dus ik geloof dat er andere vormen van samenleven mogelijk zijn. Ja. Zonder geld. Ja, en jij? Nou, ik ben het ook mee eens. Alleen, ik werd net gevraagd tijdens de voorstelling. Dat is echt donker en maar vroeg mij, als jij nog een kind wordt, wat zou je nog willen veranderen? Hè? Wil je nog iets doen wat je nu doet of wil je iets anders? Ja. Toen zei ik, ik wil bankier worden. Hij zei, bankier? En toen dacht ik, oei, waarom zeg ik dat? Ik wil bankier worden. Maar, omdat schrijver zijn, filosoof zijn, en het is niet iets wat je rijk van wordt. Ja. Je hebt een soort missie, een soort overtuiging. Je kiest om iets te doen wat je ook plezier van hebt en wat je ook wat je voldoening uitkrijgt. En wat ik merk met mensen die echt alleen maar naar geld focussen, dat ze verliezen de menselijke kant. Ja. En geld in deze tijd is wel belangrijk, maar net als wat Khadija zegt, we kunnen wel zonder, want voor geld was ook iets wat is meer delen. Hè? Ja. Dat een geit mag ik dan al jouw brood doen? Ja. Ruilmiddel. Kijk, je ziet wel eigenlijk dat geld een... Aan de ene kant vind ik het wel een makkelijk middel, want het bederft niet, et cetera. Dat had je vroeger wel met ruilmiddelen. Als jouw vlees bedorft, dan kon je niks... Maar tegelijkertijd moeten we ons ook blijven afvragen, vind ik, van oké, we hebben nu dit systeem, maar hoe wordt dat verdeeld, dat geld? Ja. Want als jij mensen hebt die biljoenen en biljoenen kunnen vergaren, geld wat ze onmogelijk in hun hele leven kunnen uitgeven, terwijl hun werknemers van hun bedrijven echt bijna tegen een hongerloontje aanzitten, dan denk ik, dan is er iets heel erg scheef gegroeid in onze manier van hoe we kijken naar ruilmiddelen. En daar is geld een voorbeeld. Maar wat vind jij zelf van geld? Heb je geld? Geld, ik vind het een leuk... Ja, het is niet leuk, zo, dat is stom. Het is voor geld een beetje een makkelijke oplossing. Gewoon van, dit is vijf dingen waard. En ik denk, vroeger was geld nog, denk ik,
waardevol, denk ik. Want de Romeinen, denk ik, kwamen er eerst mee. En zo, en die hebben toen de hele wereld aangestoken. En nu is het een beetje hebben, geld is waardevol. En dat maakt dan alle mensen een beetje gierig en zo. En een beetje van, oh nee, je hebt mijn geld opgepakt, nu moet je in de baaiers. Eigenlijk wat je zegt, als ik je goed begrijp, is we zijn nu zo gefocust op het vergaren van geld, dat we eigenlijk dat menselijke, wat Baba ook naar voren brengt, een beetje uit het oog zijn verloren. Ja. Nee, maar ik denk dat geld zou wel, want wij geven de waardering aan geld, hè? Ja. Het is gewoon een papier. Ja. Maar waarom nou die geld moet een waarde hebben? Waarom niet? Hè? Ja. Wie bepaalt dat? Ja. Wij bepalen dat geld waarde heeft. Ja. Nou, dus ik heb één vraag naar dit gesprek. Mm-hmm. Als je één ding op de wereld mocht veranderen, wat zou het dan zijn? Nou, in één zin? Nou, gewoon één ding. Eén ding veranderen. Ja. Ik zou zeggen, de systemen waarin wij leven, die om ons eigenlijk een beetje worden opgedrongen. Zoals, en het is misschien niet één zin, maar vaak heb je patriarchale elementen, je hebt kapitalisme. Ik denk dat als ik dat zou kunnen veranderen, dan kijk ik er heel erg vanuit een heel universeel aan de bovenkant zijnde manier naar. Ja. Dan zal dat ook invloed hebben op onze levens. Ja. In een positieve zin hopelijk. Ja. Dan pauze ik het even hier, want we hebben Daan Rovers in deze zaal, nog een filosoof. En ik hoop dat je naar voren kan komen. Ja, dat zal ik doen. Oh, pak even een stuk. Kom hier zitten, ik zit erop. Hi, five miles. Hi. Dus mag je weer wel kijken naar wat ik zie. Is mijn trouwens. Nee, die is niet gaan weer hier. Dus, nou, die komt.